Hallo daar, mijn naam is Jennifer Marianne. De wereld van energie is mijn specialiteit en mijn passie. Met mijn podcast neem ik je mee in mijn verhalen waarin ik de vertaalslag maak van mijn fysieke wereld naar de energetische wereld en andersom. Voor inzichten, heling en groei. Ik wens je veel luisterplezier. Hallo en leuk dat je intuned. Het is echt zo lang geleden dat ik gewoon zo even een podcast heb opgenomen. Ik weet niet, iedere keer was er wel wat. En ik heb een podcast opgenomen en dan heb ik het niet gedeeld. En dan ging dat weer over de volmaan. En dacht ik, ja, nou ja, een beetje raar om dat dan nu te delen terwijl het alweer bijna nieuwe maan is. En zo ging het iedere keer vooruit. Maar nu wil ik wel echt iets tofs delen. Ik moet me ook aanleren om dat het niet erg is om direct even een podcast op te nemen wanneer je de inspiratie voelt. Want het is zeker nu met Aisha is het gewoon niet altijd mogelijk om de tijd daarna te vinden. En wanneer je dan daarna de tijd hebt, dan heb je wel weer gewoon een ander to-do-listje waar je eigenlijk toch al wat meer behoefte aan hebt. Om dat dan vervolgens te doen. Dus ik probeer weer even wat meer. En weet je, misschien ook dan wat korter natuurlijk. En dat is misschien ook alleen maar fijner voor jullie. Kortere messages op te nemen. Nou, nu deze naar aanleiding van het gesprek wat ik vanochtend met Shaila heb gehad. Shaila volgt mijn Kundalini Reiki traject. Die ontvangt de inwijding, heeft de laatste inwijding ontvangen. En als je de vorige episode hebt geluisterd, heb ik ook met jou, met jullie, met de podcast, de Diamant Lichtlichaam Meditatie gedeeld. Heb je die gemist, dan nou ja, het is episode 112 hiervoor. En kan je hem terugluisteren en doen wanneer je daar de tijd voor hebt. En over meditatie gesproken, Shaila die vroeg ook aan mij van ja, want Shaila is ook aan het oefenen. En ze had nu ook iemand waar iemand anders waar ze op kon oefenen, buiten om zichzelf of een vriendin. En nou, ze kreeg natuurlijk ook weer wat dingen door. Mind ging er natuurlijk mee aan de haal, want ja, ik ken diegene wel, dus dan is het toch ook wel logisch dat ik dat doorkrijg. Ik zei ook, want het is zo'n herkenbaar proces. Ik had precies hetzelfde, denk ik, bij een vriendin. Dan denk ik, ja, ik weet toch dat ze of zo is, of ik weet toch dat ze daarmee bezig is. Of, nou ja, en toch delen, want ik heb haar ook uitgelegd dat het komt niet voor niets tot je, die informatie op het moment dat jij met je intentie bezig bent met een healing. Dat is net zoals hoe ons brein ook werkt. Wanneer je iets aan het doen bent, pakt het die informatie die het nodig heeft om jou daarbij te assisteren. Zoals simpelweg gewoon even een vaatwasser uitruimen. De schoonmaken, je auto rijden, fietsen. Een gesprek met iemand aangaan over, als je op school zit, over een bepaald vak. Dan krijg je de informatie die je hebt geleerd over dat vak. Als iemand jou een rekensom vraagt met plus, keer of iets, dan, nou ja, dan weet je het ook. Eigenlijk hetzelfde werkt het maar heel erg op onbewust niveau. Met eigenlijk het stukje, ja, hoe noem je dat? Hoe wil je het noemen? Readen, channelen, healen. Geef het een naampje. In ieder geval een spirituele, energetische transactie in de energie. jij geeft de helende energie, of in dit geval Shaila geeft de helende energie. En die de oude lagen komen naar boven. En dat is wat zij dan als het ware eigenlijk vertaalt. En als jouw, kijk, daarom zeg ik ook iedere keer, het is echt je eigen vertaalsysteem die maakt dat jij bepaalde woorden gebruikt wanneer je informatie doorgeeft aan een ander. Ik krijg vaak kernwoorden, woorden door of zinnen, of ik krijg beelden te zien, of ik vraag soms ook van, ja, kunnen jullie de situatie toch even wat beeldend voor me maken, om het proberen wat beter te uit te leggen. En dan probeer ik daar woorden aan te geven, maar dat zijn nog steeds mijn eigen woorden. En soms merk ik ook wel dat zij andere woorden geven hoor. Maar toch kan ik ook wel met, het gaat toch door mijn vertaalsysteem heen. Het gaat door mij heen. Hè? En ik ben de vertaler en ik kies er ook echt voor om het als mijn vertaling te houden. Sommigen die channelen ook echt die energie. Maar dit is niet zozeer dat ik een entiteit channel vanuit het hogere zelf of vanuit, nou ja, ik channel eigenlijk, nou ja, ik neem niet channel. Ik vertaal de energie die omhoog komt. En dat vind ik het prettigst om zo te werken.
En wie weet, kijk, want natuurlijk channel ik en zeker ook andere healers op een bepaald niveau, bewust of onbewust, altijd op dat stukje hogere zelf. Wanneer ik aan het schrijven ben en echt bewust contact vraag met mijn hogere zelf, dan channel je je hogere zelf. Want het is een aparte energiestroom die je door je heen laat stromen. Dus het is een energiestroom op zichzelf staan en die laat ik spreken door mij heen. Er komt in principe weinig vertaling of vertaalslag soms aan te pas. Dat is ook wel weer een valkuil met ego. Want je hebt daardoor ook wel een korte window. Dat zodra je eigenlijk probeert het te redeneren. Dan gaat de stroming eigenlijk weer weg. En pak je je eigen stroming. Dus dat is dan ook weer nou ja, wat ook dat frequentieverschil iedere keer zo soms ook wat lastig, zeker in het begin, of wanneer ik ook weer een beetje uit ben, wanneer ik, zoals na Aisha, was het ook wel weer, het is dat ik die trajecten heb om me daaraan vast te houden, aan dat eigenlijk dat stramien, en om mijn eigen vibratie ook hoog te houden, om die reiki te blijven doen. Maar ik kan soms ook, wanneer er bepaalde golfbewegingen bij mij bezig zijn, dan is er ook op ego-vlak natuurlijk heel veel bezig. Er is ook dan weer lagen aan het die verwerkt moeten worden. Dat komt dus naar de oppervlakte en dat veroorzaakt voor mij dan ook weer ruis op dat moment. Dus op een moment, op sommige momenten wanneer ik dan eigenlijk dat stukje wil channelen en er is zoveel ruis, dan merk ik dat ik echt heel erg vanuit ego dingen wil gaan doen. En dan is die window, bam, weer weg. Weet je, het is een short window. Dus Shaila vroeg me ook van, oké, en wanneer je ook in die, moet je altijd mediteren ook, wil ik gaan schrijven en zo, want ik wil dat ze meer gaat schrijven. Het schrijven is namelijk zo belangrijk, omdat het je practice, het is eigenlijk, ja, ik wil niet zeggen dat heel veel dingen een moetje zijn hoor, maar sommige dingen zijn gewoon die dan voor mij werken, en ik weet dat sommige andere dingen voor anderen werken, maar wanneer je de informatie achter bepaalde dingen weet, bepaalde handelingen, dan doe je het ook veel met veel meer intent, met veel meer intentie, intentioneel. En daarmee werkt het. Ja, dan gaat het werken. En schrijven zorgt ervoor dat er ruimte wordt gecreëerd. En wanneer je eigenlijk ook bezig bent met het verhogen van je trillingsfrequentie, moet je ervoor zorgen dat je weer ruimte gaat maken van eigenlijk ook alles wat er vanuit ego is van je dag en hoe je informatie tot je hebt genomen. Wanneer je zoveel mogelijk ruimte maakt door dus ook het schrijven in vanuit het mentale, dan zorg je dat er weer ruimte vrijkomt voor de nieuwe energie die jij eigenlijk aan het genereren bent. Dat is die trillingsverhoging. En op het moment dat je dat aan het doen bent, dan gaat het proces allemaal veel sneller. En krijg je veel meer grip op die frequentienuances. Want dat zei ik ook tegen Shaila. Ik praat ook vaak over de tomaten. Je weet pas wat een tomaat is wanneer je het hebt geproefd. En pas dan kan je het ook onderscheiden van ander rood fruit of andere groenten of ander soort, weet ik veel, producten. Dan weet je maar, dat is een tomaat. Of als je geblinddoekt bent, dan kan je het zelfs nog proeven. Ja, dat is zo bedoel ik hem. En op een moment dat je dus eigenlijk voelt van, ze vroeg ook aan me van, hoe doe jij dat? Ga jij dan altijd mediteren voordat je gaat schrijven? Of duurt het lang voordat je erin zit? Hoe gaat dat? Nou, ik kan er echt in een mum van tijd in zitten. Maar dat is niet hoe het begint. Bij mij is het niet zo begonnen. Bij mij is het heel erg van start gegaan. Al met een proces ervoor, voordat ik met Reiki begon. Met een zelfhelingsproces van affirmaties en van bewust mijn leven wensen te veranderen en te creëren naar mijn hand. En de manifestaties beter te kunnen interpreteren. En veel positiever in het leven gaan staan. Dus die positieve affirmaties hebben heel veel voor mij gedaan en nog steeds. Daarmee kom je al op een hogere trillingsfrequentie. Daarmee was ik ook fysiek, ging ik aan de slag met yoga. En toen kwam dus ook Reiki ook erbij. Nou, en toen is het voor mij al helemaal in een soort van snelstroming gegaan. Door die Reiki. En ik geef ook, wanneer ik het ook uit kan leggen, is wanneer je een traject volgt.
vanuit bij mij bij Reiki. En ik zeg bij mij omdat, nou ja, dat is mijn ervaring met mijn cliënten, met mensen die bij mij komen. En dat is dat het gewoon naar versneld wordt. Eigenlijk je proces in een versnelling, een versnelde bewustwording eigenlijk wordt gebracht. En dat je trillingsfrequentie wordt verhoogd en daardoor dingen anders gaat zien, anders gaat waarnemen en anders gaat handelen, reageren. En daarmee dat je veel sneller beweegt naar je nieuwere zijn op dat moment dan weer. Want het is ook iedere keer transformeer je weer. Je bent nooit klaar met transformeren. Laten we dat ook vooropstellen. Laten we daar ook duidelijk over zijn. En het is niet dat het nooit genoeg is. Er is gewoon nog zoveel meer. En dat het een mooi proces mag zijn. En niet omdat je kapot bent, gebroken bent of iets. Het is altijd weer een mooi leerproces, een bewustwordingsproces, waarin je iedere keer weer mooie schatten kunt gaan vinden in jezelf, in anderen, in je leven. Maar om terug te komen op die vraag bij Shaila, toen heb ik ook tegen Shaila gezegd, dat is ook een proces voor mij geweest, maar op een gegeven moment toen ik zeker met de Reiki aan de slag ging, is het een standaard. Toen ik zo hoog ging trillen, voelde ik op een gegeven moment eigenlijk door heel de dag heen een bepaald soort trillingsfrequentie. Die ik gewoon zo erbij kon halen of zo erin kon, zo dat ik erin ging. En dan ging ik schrijven of dan ging ik mediteren. En dan voelde ik heel mijn lichaam tintelen. Of ook dat je lijkt alsof je uit je lichaam gaat of uit je lichaam wordt gedreven. Maar je zit nog in je lichaam, of dat je eigenlijk een soort van... net zoals, ik weet niet of je het herkent... Echt, laat een keertje een berichtje achter. Dat vind ik echt super tof om dat te horen of te lezen. Wanneer je dit herkent. Dat je, wanneer je aan het mediteren bent en heel erg stil bent, licht zit, whatever. En je voelt alsof je tegen iets aan wordt gedrukt. Of dat je in een hele volle bus staat en je eigenlijk tegen dat glas wordt gedrukt. En er eigenlijk soort van zo boem uit wil, weet je wel. Of dat als die deuren open gaan en je staat dan bij de deur, dat je er zo uit kan vallen. Omdat er zoveel druk staat. En zo voelt dat dan soms in mij. En ik ben eigenlijk, hoe ik dit nu zeg, ik ben eigenlijk nooit verder gegaan door dat stukje heen. Ik weet eigenlijk niet waarom. Ik heb me te veel misschien gefocust op die sensatie. Maar nu ben ik eigenlijk, hoe ik het opeens zeg, komt opeens in me op van, ik ben eigenlijk heel benieuwd wat er gebeurt na die sensatie. Want op een gegeven moment ben ik gewoon klaar. Of dan vind ik het alweer genoeg. En dan pak ik en dan ga ik schrijven. Of ik ga wat anders doen. Vanuit de spiritual practice. En maar nu denk ik. Wie weet wat er gebeurt. Een soort van als je dan misschien. Gaat je astrale lichaam. Je energetische lichaam opeens dan wel uit je fysiek of zo. Ja. Misschien klinkt echt very weird, maar zo voelt het. Misschien herken je het. En hey, trouwens, als jij verder bent gegaan na dat gevoel, dan let me know. Maar ik zei dus ook tegen Shaila van, voel je dus ook niet, hoe noem je dat, dat als het nu wat meer moeite kost, het is normaal. Je hoeft niet gelijk van 0 tot 100 te kunnen gaan. En een proces is oké. Ik heb ook heel veel baat gehad tijdens mijn proces en in mijn huidige proces, dat het echt oké is om je eigen stappen daarin te nemen. En vind trouwens ook grappig, mijn broer had op een gegeven moment een keertje gezegd, en dat was een beetje zo'n grapje, weet je wel, van, en dat mag, weet je, als je verdrietig voelt, of als je even voelt van, ik weet het niet meer, of ik zie het niet meer, of ik ben boos, en nou ja, zo, en dat mag. Dus ook jouw hele proces van hoe jij je spirituele proces ervaart en wat je niet ervaart en wat je eigenlijk zo graag zou willen. Het mag er allemaal zijn, maar laat het je niet verder belemmeren. Probeer wel iedere keer te kijken naar, oké, dit gebeurt nu, wat voel ik daarbij en hoe kan ik dat eigenlijk nu omdraaien? En kan ik er wat positieve dingen uithalen? En dan op een gegeven moment wanneer je echt je trillingsfrequentie gaat verhogen en wanneer je dus die daily practice gaat doen, dan kan ik je echt bijna zo, ik wil niet gelijk zo verbaasd zijn, maar dan kan ik je garanderen dat jij zo'n makkelijke communicatiestroming hebt als dat andere waarbij je dat ziet, misschien teachers, dat ziet die dan kunnen schrijven of die dan ook heel gemakkelijk dus die energie kunnen toelaten. En waarom? Omdat je herkent het. Het is die tomaat. En dan denk je, oh, dat is het. En dan weet je dat wanneer je uit die tomaat gaat en je aardbei proeft wat jouw ego-energie misschien is. Dan, oh, wacht. Ik ben nu te veel aan het redeneren. Ik ben nu te veel aan het bedenken. En ik ga eigenlijk uit die stroom.
it's oké, ik pak hem of ik herpak mezelf of ik laat het nu even gaan en kom op een ander moment erop terug. Ik liep toen ook eens een keertje gewoon, nou ja, wandelingetje. En voor mij kan ik het ook altijd heel erg goed herkennen wanneer ik in een hele hoge trilling ben en wanneer ik best wel receptief ben, ontvangend voor de energetische stromingen. En daarmee dus ook mijn hogere zelf, dan voel ik een soort van energetische tinteling in mijn mond, een beetje in mijn tanden. Lijkt wel alsof dat helemaal, ja, nou ja, ik kan het niet anders noemen dan een energetisch gevoel. Want het is niet echt per definitie fysiek, maar daar voel ik wat. Net als dat als je gaat mediteren of, ja, of een ademhalingsmeditatie doet of oefening, dat je ook je lichaam kan voelen. Die tintelingen kan ervaren. Nou, ik voel een soort van die energetische tintelingen. Of ik zie heel erg energie overal. Dus in alles zie ik overal energie. Als ik dan opeens naar gordijn kijk, dan is dat soort van. Ja, dan zie ik het soort van allemaal bewegen van moleculen. Eigenlijk kan je. En dan wordt dat veel sterker, intenser. Dan word ik daar naartoe getrokken. En dan weet ik van oké, ik ben eigenlijk wat meer op dit moment in die wereld. Aan die zijde, dan dat ik meer naar het materialistische kant van aarde nu sta. En nou ja, dan kan ik daarop bepalen of ik eventueel of vragen heb of dingen waar ik dat wat ik kan uitwerken vanuit dat stuk. Maar wanneer ik dus, en dat is gewoon belangrijk, wanneer je eigenlijk weer je practice verliest van wat voor jou werkt en wat bij je past. Dus eigenlijk waarom ik ook dat creëer jouw dagelijkse routine online mini-training heb gemaakt. Omdat dat je wel echt dingen dagelijks doet die voor jou werken om jou eigenlijk in die verhoogde energiestroming te brengen. Zodat je ook door heel de dag heen gemakkelijk contact krijgt en daardoor ook weet en voelt wat de stem van je intuïtie is. Nou, ik heb daar ook een post over geschreven of de mail als je op mijn mailinglist staat. En ik vond het zo'n stukje uit een boek wat opeens open lag ook dan bij mijn moeder toen Aisha daar een badje ging. En daar had ik ook een foto van gemaakt en op stories gedeeld. Maar ik heb het ook nu uitgeschreven, dus dat staat ook in de feed of op Facebook. Ligt eraan waar je kijkt of dus in de mail. En misschien is dat ook een goede dan voor jou om eigenlijk even te lezen en om weer de verbondenheid te voelen van je intuïtie en hoe je intuïtie communiceert met je. Nou, dank je wel voor het luisteren. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Dat het je. Ah, nou, het is ook tijd voor Aisha om wakker te gemaakt te worden. En nu is ook de accu leeg van de camera. Van de babyfoon. Dus ik ga haar lekker wakker maken. Ik wens jou een hele fijne dag of avond verder toe. En ja. En hopelijk tot de volgende keer. Namaste.